brand te veel stortplaats voor Namibo onder controle. Eerste informatiesessie over niertransplantatie in Suriname. En Bolivia herdenkt dag van decolonisatie. In oktober 2018 het journaal van de SDVS. Van harte goedenavond. De brand op de vuilstortplaats de Ornamibo is nu onder controle. Door middel van zwaar materieel en graafmachines worden de brandhaarden verspreid om blussingswerkzaamheden uit te voeren. Dat is een van de strategieën die de brandweer heeft toegepast om het vuur helemaal onder controle te krijgen. Hoofdbrandmeester Subhan vanuit de vuilstortplaats de Ornamibo. Wat u daar op de achtergrond ziet is niets anders dan het moment waarbij onze collega's bezig zijn met de blussing. Welke gepaard gaat met werk of handelingen die gepleegd worden met zwaar materieel. Waarmee we zeg maar, proberen enigszins dat vuil dat op een bepaalde hoogte zeg maar, is, die uit elkaar te halen. Zodat we dat vuur dat eventueel naar voren trekt, enigszins middels die sleuf, enigszins proberen in te dammen. Dus we proberen daarmee een stoplijn te maken. En we hebben onze waterkanon zeg maar, kanonnen ingezet. En dat water wordt vanuit de Pararivier zeg maar, gewonnen. Middels een dompelpomp wordt dat water zeg maar, naar het voorterrein verplaatst. En we proberen op dit moment daarmee zeg maar, het vuur enigszins te doven daarmee. Sinds vorige week zondag staat de vuilstortplaats in brand. De brandweer is sindsdien eenmaal 24 uur druk bezig geweest om de brand onder controle te krijgen. Doordat er veel brandbaar materiaal aanwezig is, is het vuur moeilijk te blussen. De brandweer kijkt uit naar een structurele oplossing om dit in de toekomst te voorkomen. Bijna kan je zeggen een haast terugkerend fenomeen. Elk jaar zit zeg maar de brandweer hiermee opgescheept. We komen telkens, maar we vinden maar niet een juiste oplossing ervoor. Het grootste probleem hier op de vuilnisbelt zijn de rapers die hier in grote getallen post hebben gevat. Ze zijn hier zelf woonachtig. Ze leven van zeg maar, die vuilstortplaats. Dus zolang dat probleem niet enigszins verholpen wordt, gaan we opgeschreven zitten met het probleem van dat die vuilnisstortplaats hier in brand staat. Ondanks de brand vinden er normaal activiteiten plaats op de grootste vuilstortplaats van Suriname. De brand is gesticht door de rapers die actief zijn op de stortplaats. Deze groep woont in sommige gevallen ter plekke. Districtscommissaris Audrey Hankers heeft al gesprekken gevoerd met de autoriteiten om een oplossing te vinden voor dit probleem. Ik heb in deze ook het ministerie van Defensie om hulp gevraagd met betrekking tot de rapers. Dus nu zijn we bezig om te kijken hoe we deze rapers allemaal, niet gefaseerd, maar hoe wij ze vandaar niet kunnen verwijderen, maar kijken hoe we maatregelen kunnen treffen dat zij tot een bepaalde tijdstip daar alleen aanwezig mogen zijn. De grote rookontwikkeling zorgt voor een enorme overlast voor woongebieden te Ornamibo. Hierdoor was het ministerie genoodzaakt om twee scholen in de buurt de vorige week dicht te houden. Hankers meldt dat er nu wordt gewerkt naar een noodoplossing om de leerlingen elders op te vangen als de situatie niet is veranderd. Vandaag gaan we dat even uitzetten, want we willen dan met het ministerie van Onderwijs willen wij in contact treden om de mogelijke alternatieven te bekijken. Indien de school maandag weer niet open kan, dan zullen we kijken als wij dan een andere locatie kunnen aangeven waar de kinderen geaccommodeerd kunnen worden. Dat het aantal nierdialysepatiënten verder zal stijgen is weer gebleken uit cijfers van de eerste informatieavond van de commissie Niertransplantatie Suriname. De commissie heeft vrijdagavond de gemeenschap geïnformeerd over de plannen om mogelijk in 2019 de eerste niertransplantatie uit te voeren in Suriname. Priya Gopal Rai, voorzitter van de commissie Niertransplantatie Suriname, zegt dat de ontwikkeling van nierinsufficiëntie alarmerend is. 720 patiënten en 1500 tot 2000 aankomende patiënten. Alarmerende cijfers natuurlijk. De 720 patiënten, die zijn, of tenminste deze zijn het huidige aantal patiënten dat dialyseert in verschillende dialysecentra
in Suriname. En natuurlijk moeten we ook rekening houden met de mortaliteit, dus dat mensen komen uit te vallen. En de 1500 tot 2000 zijn de patiënten of de aankomende patiënten in de bestanden van de nefrologen. Gezien deze ontwikkeling wil de overheid de mogelijkheid bieden aan patiënten om een niertransplantatie toe te passen. Deze transplantaties zullen de overheid op lange termijn per jaar minder geld kosten dan een nierdialysepatiënt. Ook verbetert de transplantatie de kwaliteit van het leven, aldus Gopal Rai. De kwaliteit van het leven dus. Niet alleen arbeid kunnen verrichten, maar ook dat je een sociaal leven kunt leiden, of beter sociaal leven kunt leiden ten opzichte van de dialysepatiënten. Dan heb ik het over de niertransplantatiepatiënten. Dat zij dus een beter sociaal leven kunnen hebben. En verder ook de overlevingsduur. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de overlevingsduur van niertransplantaties, of tenminste niertransplantatiepatiënten, ten opzichte van dialysepatiënten hoger ligt. Als u even kijkt, ziet u hier de kosten voor dialyse. Die nemen natuurlijk toe, dat ziet u, bij 25 jaar. Ik moet ook even verduidelijken of bijvermelden dat dit slechts een theoretische calculatie is, want in de praktijk haalt de patiënt in de meeste gevallen, of tenminste haalt de patiënt geen 25 jaar bij dialyses. Dus dat ziet u hier, dat na 25 of in het 25ste jaar een bedrag van 1,3 miljoen zoveel. En hier ziet u bij transplantatie een bedrag van 224. Dus theoretisch nogmaals ziet u dat de kosten minder zijn ten opzichte van de transplantatiekosten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de internationale erkenning van de HBO-opleiding voor ambtenaren. De accreditatie daarvan geschiedt door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie. Minister Mike Noor-Salim heeft onlangs een document in ontvangst genomen, waarin onder andere aanbevelingen en randvoorwaarden met betrekking tot het curriculum van de HBO-opleiding zijn vervat. Bij de HBO-opleiding voor ambtenaren zal het onderwijskundig concept van action learning worden toegepast. Leren door te doen. Dit concept combineert ervaring met een systematische reflectie op de uitvoering. De kennis die tijdens de opleiding wordt verkregen, kan direct op de werkvloer worden toegepast. Met als uiteindelijk resultaat professionalisering en rationalisering van de overheidsorganisatie. De hogere beroepsopleiding bestuurskunde en overheidsmanagement voor ambtenaren zal van start gaan in november dit jaar en duurt 4 collegejaren. Dat er in haast elke buurt sportscholen staan is vandaag de dag geen nieuws meer. Een positieve ontwikkeling voor hen die een plek nodig hebben om aan lichaamsbeweging te doen. Toch zou voorzichtigheid geboden moeten zijn, daar zonder professionele begeleiding blessures worden opgelopen. Bastiaan de Boer, voorzitter van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie, vertelt het volgende hierover. Er zijn inderdaad ook steeds meer sportscholen die oppoppen of sportvormen die naar voren komen waar mensen in springen. Er zijn verschillende trends, hè. We kennen allemaal CrossFit als een enorme... Ja, je mag het bijna geen hype meer noemen, want het is er al een aantal jaar, wordt dat een stevig fundament. Maar het is wel een trainingsvorm waar mensen high impact aan de slag gaan. En dat is prima als je goed getraind bent en je lichaam dat aan kan. Maar we zien ook dat heel veel mensen zich blesseren door sport, omdat eigenlijk de opbouw onvoldoende plaatsvindt. Er is te weinig begeleiding. Op heel veel plaatsen is er gewoon geen begeleiding, word je een klein beetje aan je lot overgelaten. En als er begeleiding is, is het natuurlijk ook belangrijk dat dat gekwalificeerde begeleiding is. Dat mensen weten wat ze doen, dat ze weten hoe ze een intake houden als mensen komen. Dat ze weten welke vragen ze moeten stellen, welke testen ze moeten afnemen. Alvorens mensen met hun aan de slag gaan. Het is fysiotherapeuten opgevallen dat er een toeloop valt te bespeuren van mensen die verkeerd hebben getraind en zich nu aanmelden voor begeleiding. Daarom heeft de vereniging nu stappen ondernomen en zijn er volgens de Boer onlangs gesprekken gevoerd met het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Als beroepsorganisatie, de SVF, de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie, hebben we toevallig vorige week nog een gesprek gehad met het ministerie van Sportzaken, met de directeur.
En ook daar heeft het op tafel gelegen, dat er wellicht een soort certificering moet komen voor sportscholen, voor begeleiders in sportscholen, voor trainers. En dat fysiotherapeuten in de scholing daarvan en ook een rol zouden moeten gaan spelen. Dus dat is iets wat nu oprijst als een vraag waar u ook mee komt. Hè, van, goh, het valt ons op dat er steeds meer sportscholen komen. Heel mooi, maar je moet dat waarschijnlijk ook een beetje gaan reguleren. Het is niet dat we dat minder willen laten worden. Ik denk dat het alleen maar goed is dat er veel zijn. Maar het moet natuurlijk wel aan een soort minimale vereisten voldoen. Hè, zowel qua accommodatie, de apparatuur moet veilig zijn. De begeleiders moeten voldoende know-how hebben over het menselijk lichaam, ook over mensen met ziektes. Hè. Als iemand die diabetes heeft, waar moet ik dan op letten? Als iemand artrose, gewrichtsslijtage heeft, waar moet ik dan op letten? Nou, dat soort kennis, dat soort training moeten we ook gaan verzorgen voor mensen die mensen gaan begeleiden en verantwoordelijk zijn voor training bij mensen die zich aanmelden. Bastiaan de Boer benadrukte dat de fysiotherapeuten niets hebben tegen sportscholen, daar die een hele hulp zijn voor de Surinaamse samenleving om te bewegen. De president van Suriname, Desiree Bouterse, herdenkt vandaag zijn 73ste geboortedag. In verband hiermee kwamen er verschillende felicitaties binnen. Ook van de president van de Volksrepubliek China, zijn excellentie Xi Jinping. In een persbericht van het NII wordt aangegeven dat president Xi Jinping in zijn felicitatieboodschap ook heeft verwezen naar de vriendschappelijke betrekking tussen beide landen. De Republiek Suriname is een belangrijke partner van de Volksrepubliek China. Het politieke vertrouwen tussen beide landen is hechter geworden en de praktische samenwerking op verschillende gebieden werpt vruchten af. Deze bilaterale band heeft concrete voordelen gebracht voor zowel Suriname als China. De Chinese president Xi Jinping hecht veel waarde aan de band tussen China en Suriname en benadrukt verder dat de bestaande bilaterale vriendschap met Suriname versterkt zal worden met wederzijds voordeel. Tot zover dan het Nationaal Nieuws. Goedenavond.